10 november, een nieuwe dag, de dag dat. Wie is deze knappe mevrouw? Dit is Corrie, Corine Rotscheffer, Schaffer. Zij wordt in 1959 gekroond tot Miss World in Londen. Een Nederlandse. Op 19-jarige leeftijd werd ze Miss Holland. Toen in 1958 werd ze Miss Universe. En toen dacht ze, nou, dan pak ik Miss World er ook nog eventjes bij. En dat was in 1959 op deze dag. En Corine heeft ook nog een keer het eerste modellenbureau in de Benelux opgericht in de jaren 60. Corine's Agency. Ja, ik ben model bij Corrie. Corine's Agency. Ja, het klinkt ook weer niet heel sexy. Maar ja, hey, het was het eerste modellenbureau in de Benelux. En liep goed hoor, binnenland en buitenland. Dit jaar, 24 september, is ze overleden. Ja, 82 jaar geworden. Corine, dit is Jim Henson. Dat is een poppenmaker. Een poppenmaker? Ja, van de Muppets en zo. En van Sesamstraat. In 1969 werd de eerste aflevering van Sesame Street in Amerika uitgezonden. Sesame Street werd in 1969 opgezet als een educatief programma om kinderen in achterstandswijken spelenderwijs van hun leerachterstand af te helpen. Nou, wat een mooi initiatief. Het programma werd onder meer succesvol door de poppen van de handpoppenspeler Jim Henson, Kermit de Kikker, Bert en Ernie, Elmo. Hoi, ik ben Elmo! Elmo heeft de goudvis en ook dit krijt! Cookie Monster. Sesamstraat. Lekker jazzy ook, hè? Sesamstraat. Laat je speelgoed staan. Schuif gezellig aan voor Sesamstraat. Ja, dat heb ik dus nooit begrepen, hè? Dat hij in Amerika was, die geel. Pino. Pino? Hoezo Pino? Ja, dat weet ook niemand. In Amerika was hij geel en heette die Big Bird. Ja, dat is gewoon logisch. Hé, hoe noemen we die grote vogel? Ja, die gele, ja. Big Bird, ja. Ja, hoezo? Ja, Big Bird. En dan in Nederland. Hé, jongens, hoe noemen we die grote blauwe vogel? Pino? Hoezo? Ja, joh, prima. Dan noemen we hem Pino. Geen probleem. Ja, grote mysterie van Sesamstraat. 1 voor het geld, 2 voor de show en 3 voor het publiek. 1 voor het geld, 2 voor de show, hij houdt van zijn muziek. Ja, Rick de Leeuw, 6 jaar geworden, zanger van de truck en de keks. Na na na, na 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 na. Annie! Annietje! Annie Davidsier! Ja, blijft een mooie vrouw, vind ik hoor. Ja, 59 jaar geworden vandaag. Gefeliciteerd. Kijk, daar staat ze, Daphne Dekkers. Ja, die is jarig vandaag. Die is 52 jaar geworden. Is dat, dat is in die James Bond film, hè? Ja, Tomorrow Never Dies. Was er Bond Girl? Nou, Bond Girl. Hallo, Mr. Carver. Carter. Dat was dan de bad guy. Hallo, Mr. Carter. Ja, ik wil u even voorstellen aan deze bankier. Dit is, en er was ook nog de naam vergeten. Dit is, en toen moest Bond zelf zeggen. Oh, ja, Bond. Bond. James Bond. Ja, dan ben je toch geen Bond Girl? Excuse me, Mr. Carver. Yes. This is the new banker, Mr. En toen was het al vergeten. Bond. Bond James Bond, toen moest hij het zelf gaan zeggen. Soms ook nog in de Playboy als Bond Girl. Met haar double O's, double D's, double 7, double 07, double OD. Best groot, Ja, daar staat ze. Meredith. Dr. Meredith Grey van Grey's Anatomy. Zo, dat loopt ook al een tijdje, die serie. Nou ja, dat zie je ook wel. Kijk die linker. Zo, knappertje. Kijk die rechter. Oh, ja. Nou, vandaag jarig. Ellen Pompeii. 51 jaar geworden vandaag. Gefeliciteerd. 1977. Brittany Murphy wordt geboren dan. Ja, die zou vandaag dan 43 jaar zijn geworden. Maar zo oud is ze niet geworden. Dat is me helemaal ontgaan, joh, deze actrice. Die is overleden in 2009. Toen ze 32 was. Ze heeft nog in best wel veel filmpjes meegespeeld. Clueless, 8 Mile, Just Married, Uptown Girl, Sin City. Ja, toen 2009, toen overleed ze aan een longontsteking. En dan 4 maanden later, dan overlijdt haar man, Simon Monjack. Aan longontsteking. Nou ja, wat een toeval. Nou, nee, dat dachten ze niet. In juli 2010 werd het huis van Murphy en Monjack onderzocht op de aanwezigheid van schimmels welke de aandoening zouden kunnen hebben veroorzaakt. Oké, maar hebben ze ook iets gevonden? Ja, dat staat er dan weer niet bij. Oké, nou, dus of het was puur toeval of niet.
In ieder geval, ja, ze leeft niet meer, joh. Dat was mij ontgaan. 2009 overleden. En vandaag jarig. Keeltje Nuis, 31 jaar geworden. Gefeliciteerd. Was hem weer de dag dat. Abonneer je eventjes. Arrivederci. Bis morgen.